is het altijd makkelijk? Hoe je het went of keert. We hebben in ons leven veel patronen aangeleerd. Bepaalde overtuigingen als feit geaccepteerd. Andere opties genegeerd. Veel gegeneraliseerd. We zijn geprogrammeerd en hebben het kijken door een andere bril. Misschien nooit geprobeerd. Is dat verkeerd? Zorg er wel voor dat meer van hetzelfde zich in je realiteit manifesteert. Hoe denk je over jezelf? Hoe denk je over anderen en de wereld om je heen? Hoe beïnvloedt dit jouw handelen? Wat brengt het teweeg? En zijn we werkelijk zo anders? Of in essentie samen één? Bestrijd je haat met haat of ben je meer gebaat om te handelen vanuit liefde? Haat met haat is haat in het kwadraat. De uitkomst alleen maar verliezen. We kunnen kiezen. Kiezen voor vooruitgang, saamhorigheid en liefde. Heel de wereld veranderen is wat veel misschien. Maar een voorbeeld zijn van de verandering die je graag zou willen zien? Stap voor stap, doe wat je kan. Start van waar je bent. Laat je niet weerhouden door iets dat je nog niet kent. Het is nooit te laat. Want waartoe ben je in staat? Als je angst en haat loslaat, tot actie overgaat. Met de intentie om progressie te maken. Kom los van negatieve illusies. Je bent veel te krachtig. Je bent prachtig. Luister aandachtig. Je bent niet je gedachten. Als alles wat we aandacht geven zal groeien met de tijd. Dan zet ik mijn intenties op hetgeen dat bevrijdt. Toegewijd. Met positiviteit. Een ander helpen, zelfs al is het niet wederzijds. In plaats van zwart-wit denken, zien hoe kleurrijk we zijn. Overboord met oordelen en alles dat ons scheidt. Zonder nuttige discussies te vermijden. De spotlight op de oplossing. In plaats het probleem te laten schijnen. Liefde en compassie zal mij leiden. Met het geloof dat dit verder zal verspreiden. Aan ieder de keuze. Dit is de mijne. Kunnen we de ander omarmen, onafhankelijk van waar iemand in gelooft? Kunnen we de ander omarmen, onafhankelijk of iemand zich bewust is wat er afspeelt of niet? En kunnen we de ander omarmen, zelfs wanneer het respect niet wederzijds is? Kunnen we onze waarheid blijven spreken, onafhankelijk van de mening om ons heen? Zonder te oordelen over de persoon die over ons oordeelt. Sta het de ander toe, dat hij nog niet klaar is om te zien wat zich afspeelt. Sta het de ander toe, dat hij nog niet klaar is om het te doorvoelen. Het is nogal wat. Sta het de ander toe. Liefde en compassie zal mij leiden. En als ik zo om me heen kijk, dan ben ik niet de enige. Ik zie zoveel mooie mensen. Zoveel mooie, bewuste mensen. En ik ben zo dankbaar. Het is zo inspirerend en bekrachtigend om te weten dat jullie bestaan. Dat er steeds meer mensen zijn die in hun kracht blijven staan. Mensen die hun waarheid durven spreken. En niet om de mening op te dringen aan iemand anders. Niet om een ander te bekritiseren. Maar vanuit een zuivere plek. Om te informeren en de wereld steeds beter te maken. Mensen die het donker waarnemen, maar in hun licht blijven staan. Dank je wel daarvoor. Echt. Het is zo hard nodig. Ik wil graag afsluiten met iets wat ik onlangs heb geschreven. Ik hoop dat het resoneert. Met beide benen op de grond en mijn hoofd net boven de wolken, hoor ik dat het beneden dondert, maar het perspectief is hoger. Ik neem het donker waar, maar het neemt mij niet meer over. Mijn neerslag voel ik druppels, maar ik zie vooral de regen boven. En hoe hard het ook stormt, ik kijk de zon in de ogen, ik neem de warmte over. En niks van buitenaf kan mij van mijn licht beroven.
Dat pik ik niet, geloof me. Maar ik zal het altijd blijven delen, dat beloof ik. En steeds meer mensen doen het ook, hè. Harten breken open. Met een innerlijk vuur, niet te doven. Door liefde betoven. Blijf men gefocust op het licht. En ja, ook ik zie de duisternis. We zien het steeds meer, maar luister eens. Wordt het echt erger? Of is het ons zicht dat reeds scherper is? Neemt het donker toe? Of is het ons licht dat steeds sterker is? Dankjewel. Applaus ook voor Johnny aan de gitaar. Dank jullie wel. Dank jullie wel. Echt.